Ja. Dus dat was niet zo handig voor mij. Dus dat is nu, dat loopt allemaal lekker. Dus ik ben onwijs veel aan het koken en aan het bakken. En we zijn nu, ik heb sliptongen gemaakt. We zijn nu kokkels aan het maken. Ik heb nog, ik heb nog een heel mooi vlees wat op moet. Wagyu, dus dat ga ik nog even bakken. Ik heb salade gemaakt, pizza deeg gemaakt. Nou, ik ben gewoon vooral veel aan het koken en bakken. Laat ik het daarop houden. Maar moet ik het eigenlijk voor me zien dat jij eigenlijk echt de hele dag aan het koken en aan het bakken bent, als ik het zo een beetje meekrijg? Allerliefste wel, ja. Ja. Dus ik moet ook zeggen dat ik vind dit echt super naar, hè, dat dit virus. Ik vind het verschrikkelijk dat dit gebeurt, ook voor alle kleine ondernemers. Maar het brengt ook wel een soort van rust en samenhorigheid. Kijk, behalve al die rampenpielen die wel hutje bij muntje op de stad zijn gezien vandaag en in het park zijn gaan hangen met elkaar. Ja. Die zorgen ervoor dat we over 2 weken precies staan waar Italië nu staat. Ja. Dus, en bedankt, Juju. Ja. Maar ik heb geen meetings meer. Ik moet zeggen, het is ergens ook de samenhorigheid. En het is ook even een reset voor iedereen ergens. Om weer eventjes, als je het inderdaad, dat stuk, laten we even het hele stuk. We weten allemaal, het is verschrikkelijk, het is heel erg. Maar als je inderdaad dat stuk pakt, er komen hele andere dingen boven bij iedereen. En bij jou is dat dus duidelijk. Ik ga nog meer recepten maken. Wat het ook is, is dat ik... ik denk serieus dat ouderen die in bijvoorbeeld woningen wonen waar alleen maar ouderen zijn, bijvoorbeeld van die flatgebouwen. Ik heb natuurlijk ook een oma waar ik geregeld langs ga. En die krijgen nu opeens veel meer aandacht. Ja. Er worden opeens boodschappen voor gehaald, sporten op afstand. Dus ik vind het supergoed. En we zien eindelijk eens hoe belangrijk al die beroepen zijn die al jarenlang worden afgesneden door politiek Den Haag. Steeds minder geld, steeds moeilijker voor hun om te werken. En nu moeten we allemaal vallen terug op die doktoren, op die verplegers. Of we moeten onze eigen kinderen lesgeven. Nou, daar ben ik de hele week op wacht geweest. Hoe gaat dat? Maar ik ben wel even benieuwd. Nou, hoe doe jij dat? Ja, jezus. Ja, echt verschrikkelijk. Ja, want het is, weet je, nu moet je opeens ook streng zijn. Ik ben altijd langlevende lolmoeder. Dus het is echt, deze week hebben we onze structuur proberen te vinden. En nu vanaf morgen heb ik helemaal een speciaal bureautje ingericht voor allebei de kinderen met mijn eigen laadje. Gaan we het weer opnieuw proberen. Maar vorige week... Ja. Je moet gewoon controle-appelieten. Dat was helemaal kut. Ja, want even dit heb ik wel even een vraag. Want ik heb geen kinderen, dus ik weet dit niet. Maar ik zie het veel voorbij komen. Dat is natuurlijk wel eventjes thuis lesgeven. Ben je dan ook, moet je ook een beetje de stof doornemen met ze? Of is dat niet zo? Ja, nee. Je moet helemaal erin. En zoals nu, mijn zoon moet een werkstuk maken over de Amsterdamse architectuur. Ja, daar zit je helemaal in thuis, toch? Ja, nou ja, ik kom er wel vandaan. Dus ik weet er gelukkig wel wat van. Maar toch, een PowerPoint-presentatie, dat doe ik niet eens voor mijn normale werk. Dus dit is echt verschrikkelijk. En dus doen alsof je het niet verschrikkelijk vindt natuurlijk. Want anders roept dat nog meer weerstand op. Ja. Dus we doen ons best. Dan moet ik ook nog even, want Joris Weerdeman achter schermen, die heeft wel Wie is de Mol helemaal zitten volgen. En die zat helemaal met, we bellen met Miljuska. Dus eventjes je mag eventjes één Wie is de Mol vraag stellen. Eén Wie is de Mol vraag. Hoe heb je zo lang je mond kunnen houden? Die heeft ze al 100 keer gehad, die vraag. Toch? Ja, ik kom uit een familie waar ik met pap ben ingegoten, met paplepel ben ingegoten, dat ik bek moest houden. Dus dat is niet zo moeilijk. Andere korte vraag dan. Waarom droeg jij zo vaak groen? Want de mol is groen. En dat was bij mij dat ik dacht, hey, jij bent de mol. Oh god. Ja, nee. Nou jongens, weet je, ik had het nog nooit eerder gezien voordat ik erheen ging. Ik heb noodgedwongen. Ik zal de situatie uitleggen. Ja. Dus ik zat hier in Nederland. We waren aan het bouwen. Het was echt een verbouwing from hell. Het is nu allemaal heel, het is nog steeds niet af, maar het is wel leefbaar. En ik kreeg een appje, wil je meedoen met Wie is de Mol? En ik dacht natuurlijk meteen, doei, dat ga ik echt niet doen. Maar mijn vriend zag dat appje en die is dus, net zoals jij, een moloot. En de spanning was al hoog vanwege de verbouwing, die ontplofte echt. Die zei, hoezo kan je daar aan zeggen? En toen keek ik om me heen en toen zag ik die ruïne van de verbouwing.